Kom je? Kom je zitten? Oh, rustig, hè? Ja. Kom hier naar jou. Jij bent ook een broer ooit verhoord. Ja, het is overduidelijk. De broers Robert en Wouter zijn gek op elkaar. Maar ze verschillen. Kom je even helpen? Robert, ik kom. Wouter heeft het syndroom van Down, waardoor hij anders opgroeit dan andere kinderen. Wouter. Robert let samen met de rest van de familie veel op hem. Schenk jij het in? En probeert hem zoveel mogelijk te helpen met de dingen die hem alleen niet zo goed lukken. Bijvoorbeeld tanden poetsen of zo, of brood smeren of schoenen strikken als je eentje hebt met veters, ook zo'n dingen. Hallo, ik niet. Nee, dat heb je nu niet, maar soms heb je dat wel. Maar dat soort dingen moet je dus wel doen. De ouders van Robert vragen hem ook om extra klusjes te doen in huis. Zo. Terwijl Wouter iets voor zichzelf doet, hangt Robert de was op. Dat zorgen en helpen in huis doet Robert met veel liefde. Maar hij vindt het soms ook wel lastig. Ja, ik moet wel voor Wouter moet dingen doen waarvan ik wel soms denk... als Wouter nou gewoon een normaal mens was, om het zo maar even te zeggen... als hij geen Down-syndroom had, dan was dit wel anders geweest, echt. Dan denk ik wel, was hij nou maar... had hij nou maar geen Down-syndroom, dan was het allemaal wat makkelijker geweest. En minder werk, minder gezeur, dat soort dingen. Wat doe je dan? Ga ik gewoon naar mijn zus toe, dat vind ik altijd wel fijn. En soms zit ik ook gewoon lekker alleen of op mijn kamer of gewoon daaraan denken. En dat is het dan. En vaak kan ik dan wel weer na een tijdje weer door. Ga je fietsen? Nee, schrijf, hoor. Iets wat de jongens vaak samen doen, is even fietsen. Lekker, mooi samen. Ja. Heel erg leuk. Hij is... Hier naar links, hè? Hij is aker. Hij is lief. En ik kan goed aker. Ik kan goed gewoon praten. Goed kijken, hè? Lukt het? Oh. Zo, een beeldje. Deze week is er dus extra aandacht voor kinderen met een taak als Robert. En dat is belangrijk, vindt hij. Dan groei je op, dus dan zit je in je groeiperiode en dan moet je ook nog voor iemand zorgen. Ik ken ook wel mensen die dan echt heel erg gestrest worden en zo. En dan heel veel voor hun broers en zussen moeten zorgen, waardoor ze niks meer voor school kunnen doen of weinig en zo. Dat lijkt me wel zwaarder dan als je wat oud volwassen bent en zo. En dan voor iemand moet zorgen. Welk stadion? Maar ook al is het soms zwaar, het hebben van een broer zoals Wouter... Ik win! ...geeft juist ook veel leuke momenten, vindt Robert. Je merkt wel, kinderen met Down-syndroom, die worden sneller blij, die worden veel uitbundiger en zo. En mensen die worden dan ook vaker blij. Ja, dat zijn wel leuke dingen. Ja? Ja? Ja, nee? Ha! Ha! Ah, wacht maar jij. Ik heb gescoord, haha.